Als maker van zaadcellen ben ik natuurlijk enorm geïnteresseerd in de maker van de beroemdste eieren van de wereld, de Fabergé-eieren. En we staan hier in Sint-Petersburg voor het Fabergé-museum. Mijn naam is Anja van Rijen. Al jaren maak ik beelden vanuit mijn eigen atelier. Vaak zijn mijn opdrachten hele persoonlijke cadeaus. Persoonlijke cadeaus zijn van alle tijden. En als ik op reis ben, dan bezoek ik die graag. Vind je het leuk om mijn filmpjes rondom dit atelier te volgen? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk even op het belletje. Dan krijg je vanzelf bericht als er weer een nieuw filmpje online staat. Het eerste ei was een persoonlijk cadeau van Alexandra aan haar man, Tsaar Nicolaas II. Het was een massief ei, met als decoratie het monogram van haar man. Maar het jaar erop maakt hij het voor het eerst open. En als verrassing komt er een gouden kip uit. Dat er een verrassing uit het ei komt, is een traditie die we nog steeds in Europa hebben. Het openmaken van het ei inspireerde Fabergé keer op keer. En dan zie je dat hij de schaal van het ei, wat geopend kan worden, heel intensief gaat bewerken. En zo maakte hij het ei iedere keer ook tot een heel persoonlijk cadeau. Een ei met portretten. Uit dit ei komen portretten als je aan het kroontje trekt. Heel veel ornamenten toevoegen. Bijvoorbeeld een ei met een klok. De eieren lijken nu misschien groot, maar dat zijn ze in werkelijkheid helemaal niet. Ze zijn echt niet zo groot als mijn hand. Het is dan ook verrassend dat er uit zo'n ei ook nog zo'n hele koets kan komen. Het is allemaal maatwerk. Het komt heel erg precies. En soms laat hij de vorm van een ei ook gewoon los. Zoals hier heeft hij er eigenlijk meer een boomvorm van gemaakt. En daar zit een speeldoos in. En aan de bovenkant gaat hij open en zingt er dan een nachtegaal. Het was enorm de moeite waard, want heb ik veel eieren gezien. En ik ben heel benieuwd wat voor invloed ze op mijn eigen werk gaan hebben.